Hoi Annette, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik met... Daniela. Oh, er zit nog slijm hier. Oh ja. We zijn nu bijna bij de McDonald's, want we gaan namelijk een mukbang doen met z'n tweeën, waar we super veel zin in hebben. Alleen ik dacht, ik film alvast even het intro. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En dan gaan wij nu even eten halen en bestellen. En dan gaan we zo meteen even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Alleen we dachten, we gaan alvast heel even dit filmen, want dat is wat handiger. Zo. Oké, gaat de handrem erop? Gaat die auto mij inhalen? Oh, de motor is uit. Oké. Ah, de zon. Sterker zon. Oké. En we hebben echt super veel trek. Nou, we kunnen hier bestellen al. Komt u maar. Jij ja, bedankt voor de vraag. Hoi, ik wil één Happy Meal alsjeblieft. Ja, met een hamburger, hè? Ja, met de cheeseburger alsjeblieft. Een cheeseburger weer? Ja. De nootje? De nootje? Ja. Frietsaus bij de friet? Bij je frietsaus? Ja. Frietsie? Wat voor drinken? Cola. Wat voor drinken kan je kiezen? Cola ook? Ja hoor. Ja, cola alsjeblieft. Ja. Dan wil ik een McChicken menu. En wat is de saus erbij? Nee, sorry. Ik bedoel een... ja, wel een McChicken. Geen kipnuggets, maar een McChicken menu. Oh, een McChicken? Ja, sorry. Ja, dat kan. En wat is een groot menu? Nee, medium alsjeblieft. De saus erbij? Nee, dankjewel. Met Fanta. Ja hoor. Dat was hem zo. Ja, dat was hem. Dat is dan 11.45 mag ik nog rijden naar deze. Ja, top. Dankjewel. Alsjeblieft. We hebben besteld. Lekker. Nu krijg je een speeltje, Daan. Echt? Ja toch? Dat zit toch in een Happy Meal? Ja. Vorige keer toen was ik aan het gabbelen, weet je wat ik kreeg? Een McDonald's speeltje en later ook een McDonald's speeltje. Ik heb geen idee, ik weet niet meer wat je krijgt. Hello Kitty. Oh, nou ja, best prima toch? Kan altijd erger. Ja, het kan altijd erger. En volgens mij... Hoeveel dat zijn toch... Dat was... Ik weet niet meer hoe duur het was. Oké, we hebben ons eten. Kan je nu echt niks zien? Nee. Dan moet... Nu wel? Zit nog steeds in je oog. Oké, wacht. Ja. Zo. Ik ben helemaal achter. Zit hij zo goed? Oké, wacht. Ik zet het drinken wel even. Even zo neer. Oké, dit past net. Oh shit. De handrem stond er niet op. Hij stond er net wel op. Wat erg. Oh nee, ik rij gewoon helemaal naar achter. Zo, nu staat hij vast. Oh. Die viel. Wat erg. Oké, jongens, hier moet je even niet op letten wat er net gebeurde, want dit was echt super gênant. Wat erg, weet je wat ik deed? Kijk dit, hier zo blijft de auto mee staan. En ik haal die eraf, dus de auto rijdt gewoon naar achter. Erg hè? Oh mijn god. Zo. Nou, wij hebben lekker eten gehaald. Ja. Yes. Oké, we hebben als eerst... Jij had een cola, toch? Ja, ik had cola. Zo. En een Fanta. En een cola. Zo. Laat je Happy Mealtje zien. Ja, sorry. We hebben niet echt al te best licht. Maar dit was het enige wat vrij was. Het is echt super druk. Zo, dit is... Zullen we nog een Danoontje voor jou? Zo. Oké. Wat heb je nog meer? Ik heb lekkere frietjes waar het de half uit is. Zo weinig maar. Oh nee, ik denk ook. Lekker cheeseburger. Cheeseburger. En wat voor speeltjes heb ik? Heb je saus? Zit die daarin? Oh, dit heb ik thuis. Wat is het dan? Zo'n speelding. Dat je kijkt, kijk hoe weinig bij mij ze erin hebben gedaan. Dat is echt erg. Kijk, je moet zo die bal erin stoppen. Je moet daarin, dan moet je zo trekken en dan... Ah! Oh, leuk. Denk je dan. Zo. Superleuk, hè? Oh ja, haal ik hem eruit. Kijk, zit hij erin. Wauw. En ik heb een McChicken menu. Warm, hè? Het is dicht en slapen. Kijk hoe weinig frietjes erin hebben gedaan.
Ik maak jouw frietsaus open dan. Zo. En wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Lekker bij het Primark geweest. We hebben slijm gemaakt. Ja, we hebben slijm gemaakt. Oh, dat was echt erg. Weet je wat er gebeurde? We kregen dit kleurtjes niet. Dus ik denk, de glitter niet. Dus ik denk, oh, ik haal de dop er wel af. En toen viel die in het slijm. Nou, dat was echt super erg. In de lijm nog. Oh, we moeten nog een thumbnail maken. Zet er alles in. Foto's. Maar we hebben echt super slecht licht. Maar ja, lekker boeien. We hebben tenminste een video. Het gewoon niet hier. Het heet, hè? Moet ik de airco zo even aanzetten? Ja. Maar ik ben bang dat als ik de airco aanzet, dat de accu leeg gaat. Maar we hebben ook nog een Happy Meal. En zo. Een beetje proeven. Ik heb toch maar heel weinig frietjes. Ga je eigenlijk nog op vakantie? Huh? Ga je nog op vakantie? Ik ben op vakantie geweest. Wanneer? Vrijdag tot en met zondag. Echt? Eigenlijk zou ik de eerste avond, vrijdagavond, gingen wij slapen. En wij slaapten in een soort van tent. Ja. En toen gingen. Hoe heet het ook weer? En toen waren er allemaal spinnen. Er viel er eentje op mijn hoofd. Ik schrok dood. Ik ging zo. Mama, toen je in de tent was. Ja, en toen durfde ik niet te slapen. En dan zouden we zaterdagavond naar huis gaan. Maar toen was er een vriendin en die vond me zo maar aardig. Wel Nederland? Nee, België. Mm. En toen vond een meisje me zo aardig, mijn vriendin daar. Mm-hmm. Die zei, je moet nog een nachtje blijven, please, please. Omdat we eigenlijk zondagavond naar huis zouden gaan. En toen zijn we toch gewoon gebleven nog. Oh, je bent al vakantie geweest. Ja. Dat is wel chill. Ik wil ook zo graag op vakantie. Ik heb volgende week dinsdag. Ik zit echt vol met mijn mond vol te praten. Volgende week dinsdag heb ik mijn examen. Mijn laatste en mijn enige examen. En dan heb ik lekker vakantie. Ga ik een raam open doen? Huh? Een raam open of niet? Even kijken. Super warm. Maar dat was de enige plek die we hadden. Dus we moesten wel. Oké, zullen we vragen beantwoorden die ik had? Eerste vraag, hoe kennen wij elkaar? Nou, mijn nicht, laat maar zeggen. Ja. Nou, mijn nicht, dat is haar dochter. Dus als het goed is, ben jij dan mijn achternichtje? Nou, dat denk ik, hè. Of wel achternichtje. Dan ben ik jouw achtertante. Ja. Of zit het anders? Nee, hè? Nee. Nee. Dat is het wel. Oh, hier. Een beetje saus. Krijg je toch niet op? Of wel? Wij hebben altijd thuis hebben we altijd 4 of 3. En zij is allemaal op. Echt? Heb je zoveel saus? Ja, ik doe. Nou, mijn vader doet heel veel. Maar eerst hadden ze van die kleine bakjes, hè? Nu. Heb jij dat nog meegemaakt dat ze klein waren? Dat is nog niet zo lang, denk ik eigenlijk. In welk jaar ben je geboren? 2008. Zusje. Ik ben 1998. Mijn moeder in 1996. Nee. Nee. 10 jaar ouder dan ik, toch? Ja. Dan ben je 9 ben jij, 19. 1988 denk ik. Ik weet niet. 1989 zijn moeder is nog. Dat kan. Ze is 9 jaar ouder of zo. Dat kan toch? Of niet? Klopt dat niet? Ik weet eigenlijk gewoon niet, maar ja. Kijk, het is gewoon heel grappig, want ik ben 9, zij is 19 en mijn moeder is 29. Ze zijn precies allemaal 10 jaar. Dat is wel echt leuk, ja. Even kijken. Ja. Precies, inderdaad, precies 10 jaar. Het is hier super warm, want ik kan de airco niet aandoen. Want dan hoor je dat op de film. Even kijken. Heb jij nog een beetje saus?
Lekker. Wat heb je gedaan met Koningsdag dan? Koningsspelen. Of heb je dat niet? Jawel. Wat is dat dan? Dat hoor ik altijd zo vaak. Nou, we gaan allemaal op school activiteiten doen. Oh, je had wel school, of niet? Nee, iedereen is vrij. Dat doen we wel doen. Ja. Het was wel echt heel leuk op school. Leuk? Wat ga je doen dan? Oh ja, het was echt heel grappig, want we gingen joggen. Eigenlijk door de hele wijk. En weet je wat er was? Ik heb een blaar en als ik dan slip... En ik had slippers aan en ik had geen schoenen mee. Dus ik mocht lekker bij iemand achterop. Die had dus fiets mee. Je ging niet lopen? Nee. En iedereen werd boos op mij. Super chill. Ja. Wat wil je later worden? Ik weet eigenlijk nog niet. Is er niet iets wat je leuk vindt? Misschien je vrouw. Dat weet ik ook niet zeker. Dat ga ik doen, hè? Volgend jaar. Ja. Ik ga volgend jaar opleiding tot juf doen. Na de vakantie. Ja, maar weet je, als je gewoon... Dan moet je gewoon bij mij op school komen. Dan moet je bij je vrouw worden. Staan ze bij jou op school? Nee, hij zegt eigenlijk zo. Ja, ik ben juf Janette en ik volg. Dat mag dan niemand weten. Zo'n geheim. Even later. Even later weet iedereen het. Lol. En weet je ook dat je mijn achtertante... Wist je door mama dat ik een YouTube kanaal had? Of had je het zelf gezien? Toen mijn moeder. Mm. Ik was met mijn moeder aan het praten. En ik zegt ze, ja, wist dat ze een YouTube-account had. Toen dacht ik, ja. Maar Daan die keek eerst ook al naar mijn video's. Ja, dat wist ik zelf niet eens. Nee, dat wist ze gewoon niet. Op welke video had je nou van mij gezien? Dat je dit ging doen. Oh ja, dat ik die mukbang met Eva had gedaan. En die pakketjes toen. Welke? En dat je van Chicel en zo. Oh ja, met die kleding die ik had gekregen, ja. En nog meer. Nog meer. En ja. Ik wou vandaag even met de auto kijken. Maar toen opeens wou gaan lijken. Maar toen moest ik inloggen. Oh ja, dan moet je een eigen account aanmaken. Heb je dat niet? Nee. Eigenlijk moet je dat wel doen, hè? Want wie vind je allemaal leuk om te kijken? Want dan ben je op niemand geabonneerd. Ja. Dat doen dus heel veel mensen. Die kijken dan gewoon... Oh, er staat hier echt een random man. Zie je dat in het beeld? Ja, wordt wel beroemd. Wat erg dat die auto net naar achter ging. Als er iemand achter me had gestaan, hè? Sorry, cola. Hier, weet je het? Wil je nog? Heb ik het al op? Het al op? Kijk. Goed zo. Je hebt nog wel cheeseburger. Ik zou nooit meer. Dit eet ik nooit op. Ik eet altijd alleen maar een broodje op. Maar ik heb honger. Ik had ook echt heel erg trek. Maar we hebben vandaag wel een worstelbroodje gegeten. Toch? Maar meer niet. Ah. Die zure matten. Ik wist helemaal niet dat je een cheeseburger kon kiezen bij een Happy Meal. En kipnuggets. Dat kan ik ook niet. Vier kipnuggets zeker? Of? Ja. Wil je die er niet op? Nee, dat doe ik altijd uit. Ik ga even hierin. Oh god. Was het augurk? Bleh. Dat is vies. Ik altijd in. Had het gezegd, dan had ik het zonder gevraagd. Ik vind het niet erg. Haalt altijd uit. Soms vind ik het augurk lekker, maar ook soms niet. Dat is waar. Zo. Heel warm. Oké, volgende vraag. Wat is je beste eigenschap? Weet ik niet. Zo? Toch wel een beste eigenschap? Durf je niet over jezelf te zeggen? Ik weet het echt niet. Weet je wat het is? Nee. Bijvoorbeeld heel lief of behulpzaam bent. Sociaal. Nou, je kan wel makkelijk met mensen praten, toch? Gewoon heel open.
Maar ik ben veel lui. Heel erg lui. Dat is een slechte eigenschap dat je lui bent. Ja. Maar? Nee. Nou, maar je bent niet heel verlegen. Of ben je dat wel naar andere mensen toe? Sommige mensen. Als je het niet goed kent. Maar dat heb ik op zich ook wel, dat ik wel snel verlegen ben. Ik heb dat echt niet. Ik ben echt nooit verlegen. Zullen we van die dilemma's doen? Stop. Ken je dat? Oké, dat is heel grappig. Oké, wat zou je liever de hele dag hebben? Natte sokken hebben of een natte onderbroek? Oh, een nat sokken. Nat sokken? Vind je dat niet vervelend als je met je voet zo in iets nat staat? Ja, een nat onderbroek zou je maar vies denken met zo'n onderbroek. Altijd een slechte adem hebben of altijd scheten laten? Nee. Is moeilijk, hè? Ik weet het ook niet. Maar ik denk altijd een slechte adem. Ja. Als dat je uit de berg zo. Hey, vriendin. Niks gedaan. Oké, de volgende. Altijd luizen hebben. Of altijd kaal zijn. Altijd luizen hebben. Ja, ik ook. Ik wil echt niet kaal zijn. Ik wil ook niet kaal zijn. Maar ik wil ook geen luizen hebben. Je danootje is er nog, hè? Zo. Zou ik je Happy Meal openmaken? Of wil je die zelf openmaken? Ja, mag ik doen. Oké, nou. We gaan even kijken wat er in het Happy Mealtje zit. Ik weet al wat het is. Maar jij hebt deze thuis ook? Ja. Nou, ja, waarom? Ik weet nog wel, als ik vroeger dan naar de Mac ging en er was een speeltje die ik niet wilde, dan ging ik gewoon vragen of ik een nieuw mocht. Dan ging ik gewoon naar de bar lopen en zei ik gewoon, ja, ik wil een ander. Ja, dat zeg ik soms ook hoor. Zo warm. Even kijken. En dan? Kijk. Je hebt dit ding en je doet het balletje hierin en dan trek je deze en dan moet je eigenlijk... Kijk, moet je zo drukken. Mm-hmm. En dan... Jeetje. Een soort voetbaltafel of zo. Ja. Oh, en dan moet je met die tegenhouden. Ja. Maar ja, hadden ze beter twee van deze kunnen doen. Toch? Oh, dit was veel beter beeld geweest. Zie je dat? Zo, ik had echt trek. Ik heb nu mijn eten al op, hè. Ik zweer het. Ik ben echt bezig met dingen. Ik dacht dat jij laatst zo. Nou, ik dacht al op. Ja, maar zo. Ik had wel echt weinig frietjes. Ze hadden me echt opgelicht. We kunnen ook nog een toetje halen. Jij hebt nog een toetje. Zal ik 1 seconde de airco aanzetten? Zo, we hebben even de ramen opengezet hoor. Tochten. Lekker warm nu. Lekker koud bedoel ik. Lekker warm. Lekker warm nu. Lekker warm. Ik zit weer. Welke video wil je echt wat eerder online komt? Deze of die andere die we net hebben gemaakt? Die eerst? Als die eerst online komt, dan kan ik wel even laten zien. Oh, ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Toch? Oh nee, je hebt het aan. Zo, ik wou net zeggen, het ligt nog binnen. Oh ja, Oké, ik zal die Happy Meal op hier neerleggen. Volgens mij ligt hier gewoon... Oh my god, wat erg. Er ligt hier gewoon nog een zak McDonald's. Van hier. Van een andere... Van... Oké, raad van wanneer deze is. Eergisteravond. Van gisteravond. Ik had echt bijna niks gegeten. Mijn broertje die ging naar de film. Ging naar een nieuwe horrorfilm. En ik had echt super weinig gegeten. En ging mee. Wat? Ging mee. Ik ging samen met mijn broertje. Even kijken. Oh, ik ging laten zien wat ik had gekocht. Als morgen maar geen Mac eten. Nee, morgen niet. Kijk, dit is de slijm die we hebben gemaakt. Als je wil zien hoe we het hebben gemaakt, moet je even die video kijken. We zijn ook de Claire's geweest, maar we hebben niets gekocht. Je zit niet in beeld. Ik zie alleen je hamburger. Ja! Klaar. Ja. Maar we hebben er helemaal niks gekocht. Ja, omdat het een beetje duur was allemaal. Ja, weet je wat het met de Claire's is? Het is gewoon, punt 1, het zijn allemaal neppe sieraden. Dus het wordt heel lelijk snel. En dan, ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan als het zo snel lelijk wordt. Ik was bij de hoes aan het kijken omdat ik een iPhone 5 krijg. Krijg je een telefoon? Ja. Gaan we dan appen? Ja. Mm-hmm. Dan dacht je van, ik ga voor mijn telefoon, ga even
Op de telefoon. Ik ga even musicly maken. Kijk, als eerst heb ik deze gekocht en hier ben ik echt zo blij mee. Is leuk, hè? Hij was leuk. Is dit panterhokje. En hij is van de Sting. Maar ik twijfelde heel erg, omdat hij best wel... Echt, toen jij dat zei, toen ik naar de wereld ging, toen dacht ik dat je zei Stink. Stink? Dat... Huh? Nee, ja. Sting. Even kijken. En ik heb nog wat gekocht. Ik heb dit enkelbandje gekocht. Die zijn ook wel leuk, hè? Volgens mij hebben we zo slecht licht. Zal ik ze omdoen? Even kijken. Hoeveel zijn dat er? 3, volgens mij. Nou, lekkere mukbang hebben wij, zeg. Al mijn eten is al op. Je moet ook nog je Danoontje eten. Danoontje, Daniella. Ja, Danoontje. Daniella noemt. Welke smaak is het dan? Bij afkorting staat er in Danoontje. Mm-hmm. Krijg hem niet open! Heel flexibel dit, Jan. Mm-hmm. Ik had echt van die eierdingen. Kijk, er staat er daar gewoon nog één. Dan weet je gewoon dat ik gisteren ben geweest. Zo. Retourtje. Oh, zullen we die anker aan? Zullen we de video afsluiten? Volgens mij is het heel super lang geworden. En ik ben helemaal niks aan het eten. Volgens mij vind jij het ook niet meer zo lekker. Dit was het einde van die video. Bedankt voor het kijken. Als je het een leuke mukbang vond, doe even je duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. En dan zien we jullie weer bij een nieuwe video. Doei!